moeten als vrienden bij elkaar staan. Ja, stop maar even. Ja, dat is leuk. Economie en energie. Ik loop hier op de werkplaats van TU Delft. We gaan er nu naar 7 bekijken hoe deze in zijn werk gaat. En dan vooral hoe de zonnepanelen in zijn werk gaan. Stroom zijn eigenlijk allemaal elektronen die rondlopen in je koperen draad. En wat er gebeurt bij een zonnepaneel is dat de zon invalt en elektronen vrijmaakt uit het materiaal, uit het silicium. En die gaan dan in je elektrische circuit. Dit hier is de accu. Zoals je kunt zien zit hij in een houten box om te beschermen. Op dit moment zitten er loodzuuraccu's in. Deze grote computer is de motorcontroller. Die stuurt de motor aan. En als laatste kun je hier de cockpit zien met het stuurtje. De cruise control, de toeter en een push-to-talk button. Die we gebruiken om te communiceren met de bestuurder. De gemeente Delft heeft ons geholpen in de ontwikkeling van deze auto. Ik denk dat de provincie Zuid-Holland daarbij zou kunnen aansluiten. En ik denk dat als we over 10 jaar kijken, dat er veel meer toepassingen in de maatschappij op zonne-energie zullen lopen.